we zijn er. Hallo. Dit zijn de reismeisjes vanuit Windsor, Engeland. En we gaan vandaag een kopje thee drinken bij de koningin. Koningin Elisabeth woont in Windsor Kasteel. En zodra zij er is, hangt er een speciale vlag. En als zij weer weggaat, hangt de gewone Engelse vlag er. Windsor Kasteel is de favoriete woonadres van de koningin. En dit is ook het langst bewoonde kasteel in de wereld. Je kan ook een tour doen door bepaalde kamers van het kasteel. Maar wij gaan vandaag voor de long walk. En die is echt heel erg lang. Moet je maar kijken. De long walk wordt nog jaarlijks gebruikt door de koninklijke familie op weg naar de Ascot Races die ze elk jaar bijwonen. En vorig jaar was het heel groot in het nieuws en stond het helemaal vol met mensen. Omdat Harry en Meghan op een trouwdag hier langskwamen, paard en wagen. Er stonden nog nooit zoveel mensen op de long walk. En de hele route is totaal iets meer dan 4 kilometer. Ja, yeah, we zijn er in dat hele kleine mini kasteeltje daar, dus het koninklijk kasteel. Nou, geen idee hoe we de herten hebben kunnen missen op de heenweg, maar het einde van de long walk is dus een hertenkamp. Hallo! I think he's gonna eat us! Wisten jullie dat alle zwanen die in Engeland in het wild leven van de koningin zijn? Nou, de koningin had het toch een beetje te druk, dus doen we zelf maar een beetje. Echte Engelsen? Nee, niet de echte Engelsen. Gewoon een lekkere kamillethee, want het is toch wel een beetje heel erg sterk, zo'n English breakfast. Dit waren de reismeisjes vanuit het koninklijke Engeland. Tot volgende week. Tot volgende week.